Goedemorgen kinderen, goedemorgen juffen en meesters. Welkom op deze laatste dag, de zesde dag. Hè, want we zijn tenslotte op vrijdag 5 maart gestart van de verkiezingsspecial van Online Gastles. En jullie gaan deze ochtend luisteren naar een mooie gastdocent die jullie van alles gaat vertellen over Europa. Mijn naam is meester Jochem en ik mag jullie gaan introduceren naar Marieke Koekoek van Volt. Een nieuwe partij in Nederland die nu meedoet aan de verkiezingen. Maar ook al in Europa wat bekender is. En ik ben heel nieuwsgierig wat ze allemaal gaat vertellen. Ik kijk er naar uit. Ik hoop jullie ook. En ik mag het woord geven aan juf Marieke Koekoek. Kom er maar in. Hey, goedemorgen allemaal. Hartstikke fijn dat ik hierbij mag zijn en dat ik even met jullie een lesje mag doen en dat we een gesprek kunnen voeren. Ja, mijn naam is Marieke Koekoek en Jochem zei het al, ik ben nummer 4 op de lijst voor de partij VOLT, de Europese partij. En misschien ook leuk, naast VOLT heb ik ook nog wel een leven. Soms lijkt het van niet, maar nu wel. En naast VOLT woon ik in Utrecht. Ik heb 2 kinderen, een jongen James en een meisje, Amelia. En die gaan nu naar school en dat is hartstikke leuk. Verder, ik zie ze bijna niet op dit moment omdat het zo druk is, maar nou, het zijn hele lieve kinderen. Ik heb een man, we hebben een konijn, heet Pieter. En naast VOLT heb ik ook nog een baan. Ik werk als advocaat in opleiding. Van de meeste van de tijd ben ik bezig op dit moment met dingen vertellen over Europa en over hoe VOLT met samenwerken wil met Europa en samen problemen op wil lossen, zoals bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Want wij zeggen eigenlijk van, hè, als je met Nederland alleen iets probeert op te lossen, dat kan heel goed, want we kunnen heel veel. Maar als je het met heel Europa samen probeert te doen, dan gaat het eigenlijk nog beter, want dan heb je veel meer mensen die samen iets kunnen oplossen. En ik dacht, om een beetje te beginnen, dacht ik, ik ga een paar vragen stellen. Ik begreep dat jullie allemaal de chat hebben, dus als ik nu een paar vragen stel, dan kunnen jullie ondertussen daar antwoord op geven in de chat. En dan terwijl jullie daarmee bezig zijn, kun je ook nog even naar het filmpje kijken. Want ja, we zijn een nieuwe partij. Dus ik dacht misschien leuk om even kort te zien wat we zijn. Nou, de vraag nummer 1. Dat is denk ik een inkoppertje voor jullie. Hoeveel mensen zijn er in de Tweede Kamer in Nederland? En dat kun je gewoon in de chat je antwoord schrijven. Vraag nummer 2. Die is denk ik moeilijker. Hoeveel mensen zijn er in het Europese parlement? Vraag nummer 3. Wie is de baas van Nederland, dus de premier? En vraag nummer 4. Wie is de baas van Europa? Nou, terwijl jullie daar even over nadenken, zal ik het filmpje even starten. En dan kun je zien wat VOLT is. Het filmpje heeft geen geluid, maar je kunt in de ondertiteling lezen wat Laurens allemaal zegt. En dan moet ik het filmpje nog starten. Komt ie aan. Ik denk dat je nog op play moet drukken. Oh. Is de antwoorden komen in ieder geval al binnen. Dat zie ik als meester Jochem ook al gebeuren. Dat was het filmpje. Dat was Laurens. Laurens is onze lijsttrekker, dus nummer 1. En die
Is op dit moment extreem druk trouwens. Maar die heeft dus echt maar verteld, hè, als je, wat je zag in het filmpje, dat we zeggen van we willen eigenlijk samen problemen oplossen. En daar moet je denken aan niet alleen klimaat, maar bijvoorbeeld ook hoe we met migranten omgaan. En ook hoe we op sommige gebieden economisch sterker worden in Europa. En ook hoe je bijvoorbeeld, als je zegt van we willen meer met de trein reizen, hoe je dat dan aanpakt. Want in verschillende landen in Europa heb je allemaal verschillende standaarden, heet dat dan. Dus dat betekent dat je niet zo makkelijk van Amsterdam of vanaf Utrecht de trein naar Berlijn kan pakken. Nou, en dat soort dingen, daar willen we verder aan werken. En dan willen we ervoor zorgen dat dat samen met Europa gebeurt. En waarom wij dan nu als partij meedoen in Nederland, is omdat je in Europa de regel hebt dat je geen Europese partij mag zijn, maar je moet een nationale partij zijn. Dus vandaar dat we hebben gezegd, nou, dan richten we in ieder land, hè, wat Laurens net zei, richten we in ieder land een politieke partij op. En dan gaan we vanuit dat Nederland en vanuit Duitsland, vanuit Frankrijk gaan we samenwerken. En dan uiteindelijk komen we toe naar die wat je dan heet, Europese politiek. Dus dan gaan we in het Europese parlement gaan we eigenlijk samen proberen dingen op te lossen met één beleidsprogramma, hè, met één partijprogramma. En dat is een beetje het nieuwe. En ik vind dat heel spannend. Voor mij is het de eerste keer dat ik meedoe aan een campagne of überhaupt verkiesbaar ben of op een kieslijst sta. En ik merk dat het heel erg leuk is. Maar ik doe dus ook de hele tijd spannende dingen en ook dus dit soort leuke dingen. Zoals hier lesgeven met jullie. Ondertussen zie ik inderdaad een paar vragen binnenkomen. Nou, vraag nummer 1, vraag nummer 1, die weten jullie geloof ik wel. Dat is inderdaad, er zitten 150 mensen in de Tweede Kamer. Vraag nummer 2, daar zie ik iets minder antwoorden op. Vind ik ook helemaal niet zo gek. Want volgens mij is het Europese parlement is helemaal niet zo heel erg bekend. En daarbij wisselt de samenstelling nog wel eens. Er zijn soms wat meer mensen, soms wat minder mensen. Maar op dit moment zitten er 751 mensen in de Tweede Kamer. Nou, dan was vraag 3 was, hè, wie is de baas van Nederland? Nou, die vind ik wel mooi. Ik zie hier één antwoord en daar staat het volk en Mark regeert. Dat vind ik wel mooi. Dat klopt wel. In de zin van Mark Rutte is het inderdaad de premier en het volk regeert, want we zijn een democratie. Dus je mag stemmen wie de baas is. En dan ben je dus zelf de baas. Dat vind ik eigenlijk een heel mooi antwoord. Nou, en dan de vierde vraag was, wie is de baas van Europa? En ik zie één antwoord, er staat Jacques Frans. Leuk wel bedacht, maar niet correct. De baas van Europa, de voorzitter van de Europese Commissie, die heet Ursula von der Leyen. Dat is een dame. En de Europese Commissie, ja, dat kun je niet echt zien als de baas van Europa misschien, maar dat is wel het belangrijkste orgaan, het belangrijkste instituut dat we hebben, wat beslissingen maakt en wat ook dingen uitvoert in Europa. Nou, ik zie ondertussen, als jullie vragen hebben bijvoorbeeld of denken van nou, daar wil ik het graag over hebben, stel het gerust in de chat. Ik dacht, als er nog geen vragen zijn, dan vertel ik een beetje van waarom vinden we het nou zo belangrijk, die Europese samenwerking. Ik zei net al van, hè, omdat je dan grotere problemen samen kan oplossen. Maar ook wel een beetje, als je dat klinkt heel abstract. Maar je kunt je misschien voorstellen dat als je voor jouw school bijvoorbeeld iets groots wil organiseren, hoe zou je dat dan oplossen? Hoe, als je bijvoorbeeld zegt van, ik wil een nieuw voetbalveld naast mijn school. Maar dan heb je jouw klas, die moet je dan overtuigen. Dan zeg je, ik hou heel erg van voetbal. En misschien heb je ook klasgenoten die zeggen, jongens, ik hou van schaatsen. Of ik hou van paardrijden, ik wil een manege naast mijn school. Dat moet je dus al die klas overtuigen. Dat jij zegt, maar voetbal is echt het beste. En dat hebben jullie misschien ook wel eens voor gehad in de klas. Of dat je het had over een schoolreisje. En dan heb je die discussie. En dan gaat de juf of meester, die gaat ook een beetje helpen. Zodat je niet door elkaar praat. Nou, dat is eigenlijk in het klein wat je ook in de Tweede Kamer ziet gebeuren. In de Nederlandse democratie. Maar nu wil je een voetbalveld. Nou, dat kost heel veel geld. Dus dat kan jouw klas alleen niet beslissen. Je moet een plek hebben, kost veel geld. Daarbij, je hebt waarschijnlijk naast je school maar één ruimte. Dus dan zegt jouw klas misschien, uiteindelijk heb je iedereen overtuigd. Dus zegt jouw klas, je hebt een punt. We gaan dat voetbalveld neerleggen. Maar ja, dan moet je dus de rest van de school nog meekrijgen. En dan kun je je voorstellen, dan gaat jouw klas met alle andere klassen praten.
En vervolgens moet je ook nog waarschijnlijk de directeur of directrice van je school overtuigen. Misschien is er nog ergens een soort raad van commissarissen, hè? Dus nog een bestuur boven je directeur. En die moet je allemaal overtuigen. En je kunt je voorstellen, dat duurt best wel lang. En waarschijnlijk is daar heel veel discussie en iedereen wil iets anders. En misschien moet je ook wel een compromis sluiten met elkaar. Dat je zegt, nou oké, we doen wel voetbalveld, maar een kleintje. Dus niet zo'n echte mate, maar dat je de doelen bij elkaar zet. Dus dat soort onderhandelingen moet je dan aangaan. En tegen de tijd dat je dat voetbalveld hebt, ben jij waarschijnlijk al door je CITO-toets heen, heb je je eindmusical gehad en ben je naar je middelbare school toe. Nou, en dat is eigenlijk in het klein uitgelegd hoe op dit moment de Europese Unie werkt in de ogen van Volt, in mijn ogen. Je hebt wel democratie en het is hartstikke goed dat we die samenwerking hebben, maar alles duurt heel lang. En je moet veel zoeken naar iedereen blij maken. En dan verlies je soms datgene wat je echt belangrijk vindt. Dus als Nederland bijvoorbeeld zegt van, nou, wij vinden het heel belangrijk dat we meer met de trein rijden en minder met de auto. Dan moeten we vervolgens dat met alle landen, alle lidstaten van de Europese Unie gaan overleggen. En dat duurt heel lang. En zeker als het gaat om bijvoorbeeld de trein rijden, dan wil je daar eigenlijk heel snel een beslissing over nemen. Want je wil bijvoorbeeld meer goeds doen voor het klimaat. En dat is eigenlijk de reden dat we zeggen van met Volt van, er moet veel meer aandacht ook in Nederland komen voor hoe we op Europees niveau met elkaar samenwerken. Voor sommige zaken zul je zelfs die instituten van de Europese Unie, dus bijvoorbeeld de commissie, die moet je dan gaan hervormen zodat het meer democratisch wordt. Want zoals dus net al werd gezegd, in Nederland regeert het volk en Mark Rutte op dit moment. En in Europa heb je veel minder directe invloed. Dus ga maar terug naar dat voorbeeld van, jij hebt in jouw klas veel minder invloed op wat bijvoorbeeld de directeur of directrice van jouw school wil. Nou, dat is een beetje zo in het kort waarom we nu in Nederland ook als partij meedoen. En waarom we ook in alle andere landen als partij proberen mee te doen. En ondertussen zag ik ook wat vragen binnenkomen. Ik zal anders beginnen met eentje, die gaat een beetje over mij. Hoe oud ben je en hoeveel politieke partijen zijn er in Nederland? Ik ben nu net 32 geworden, eind februari was ik jarig. En hoeveel politieke partijen zijn er? Nou, op dit moment doen er 37 nieuwe partijen, 37 partijen mee. En heel veel nieuwe partijen, zoals Volt. Die gaan waarschijnlijk niet allemaal in die Tweede Kamer komen, maar het stembiljet, dat heb je misschien gezien bij je ouders, is echt enorm. Volt staat precies op de achterkant, op lijst 17. Maar dat wordt nog wel een uitdaging voor de mensen die de stemmen gaan tellen, denk ik. Want die hebben dus steeds zo'n heel boekwerk waar ze doorheen moeten kijken. Dan zie ik een andere vraag, die vind ik ook wel tof. Wat zijn de standpunten van Volt met betrekking op onderwijs? Kleine vraag. Je moet je voorstellen, wij hebben op heel het onderwijs hebben we ideeën. Dus als je begint bij de basis, of eigenlijk begin je al bij de kinderopvang. Zij willen gratis kinderopvang, zodat je als je heel klein bent en dat je ouders je naar de opvang kunnen brengen, zonder dat dat heel veel geld kost. Zodat je allebei je ouders wat meer tijd vrij hebben. Als ze willen, kunnen ze gaan werken. En als je dan vervolgens naar de basisschool gaat, dan zegt Volt van, de basisschool, we doen het eigenlijk al vrij goed in Nederland. Maar we zouden willen dat er wat meer ruimte is. Dat je je als kind wat meer kan ontwikkelen in je eigen tempo. Dus we willen bijvoorbeeld de CITO-toets afschaffen. En die toets naar wat later verplaatsen. Zodat je pas op je 15e echt een beslissing maakt van, dit is ongeveer het onderwijsniveau wat bij jou past. En niet al te vroeg. Want als je dat te vroeg doet, dan heb je soms het risico dat je bijvoorbeeld net even te laag wordt ingeschat. En het kost dan wel wat moeite om je weer op te werken of door te gaan met leren. En daarbij, dan ben je klaar met je basisschool, ga je misschien studeren. En dan zeggen we van, het studeren dat moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dus we willen het collegegeld, dus het geld dat je moet betalen om naar de universiteit bijvoorbeeld te mogen of naar de hogeschool, dat willen we afschaffen. En we willen de basisbeurs terugbrengen. Dus je had vroeger, toen ik ging studeren, een beetje subsidie, een beetje geld dat je kreeg van de overheid om je studie te betalen. En dat is een tijd geleden afgeschaft. En wij zeggen, dat moet je eigenlijk weer terugbrengen. Want dan kan iedereen, als je wil, verder gaan studeren. Kijk, dat maakt het allemaal veel makkelijker.
Ik zal eens verder kijken of er nog vragen binnen zijn. Of... Oh ja, hier is nog een vraag. Hoe kwam u op het idee om de politiek in te gaan? Ja, goeie, want eigenlijk had ik niet het idee om de politiek in te gaan. Ik ben nu advocaat in opleiding. Dat betekent dat ik rechten gestudeerd heb en ik heb vroeger gewerkt als onderzoeker, heet dat dan, aan de universiteit in België, in plaats Leuven heet dat. En op het moment dat ik daarmee bezig was, toen hoorde ik van VOD. En toen dacht ik van, oh hé, hey, er is een nieuwe beweging, wat leuk. En toen heb ik ze geschreven met van, hé hey jongens, kan ik anders helpen met het bedenken van de ideeën? Omdat ik ja, iets wel weet van rechten en zo, misschien kan je daar wat mee. En toen hebben ze daar teruggeschreven, gezegd van ja, hartstikke leuk, kom erbij. En zo is ben ik een beetje wat meer in dat VOD-verhaal betrokken geraakt. En op een gegeven moment, toen gingen we meedoen als VOD aan de Europese verkiezingen. Die waren in 2019. En toen vroegen ze van, ook aan mij van, nou ja, weet je, je weet best wel wat inmiddels over het VOD-beleid. Hè, over dat onderwerp van internationaal recht, want daar had ik me in gespecialiseerd. En van, nou, zou je dat dan niet ja, als kandidaat willen gaan vertellen? En ik vond het eigenlijk heel spannend, want ik had er helemaal geen ervaring mee. Dus ik zei van ja, dat is oké, maar zet me dan een beetje lager op de lijst. Dan kan ik wel meedoen met het campagne voeren, met het vertellen over VOD en de ideeën van VOD. Maar dan hoef ik niet per se ergens een Europees parlement in. En dat is toen gebeurd. En omdat ik toen die ervaring had en ontdekte van hey, het is eigenlijk heel erg leuk om dat te gaan doen. Met name omdat je dan veel met andere mensen kan praten en veel kan vragen van hey, hoe zie jij dat voor je met die samenwerking in Europa? Toen ben ik dit jaar ook als kandidaat op de lijst beland. Dus dat ging eigenlijk een beetje per ongeluk. En ik moet zeggen, ik ben er heel blij om. Ik vind het ook wel spannend, maar het is met name heel erg leuk om te doen. En dan is er nog een vraag. Wat doet VOD eigenlijk? Ja. Nou ja, ik heb net denk ik een beetje verteld hè, over van we proberen dus via politiek ook dingen te veranderen. Omdat je in een democratie met name altijd, is politiek een belangrijk onderdeel van hoe je samen iets kan oplossen, een probleem kan aanpakken. Maar VOD is wel wat meer dan alleen een politieke partij. We noemen onszelf een beweging en dat wil zeggen, ook in landen waar we nog geen politieke partij zijn, zijn we actief. Dus we zijn bijvoorbeeld bezig met het inzamelen van goederen die we dan naar kampen aan de grens van Europa brengen. Zo kamp Moria, dat ken je misschien wel. Zodat mensen die daar in die kampen moeten overleven ook wel een deken hebben en dat soort dingen. Dus we proberen ook wel echt een beetje als actief al nu al iets bij te dragen. Zonder dat je daar moet wachten op politiek. We zijn ook actief als organisatie om het stemmen in verschillende landen. Omdat te veranderen. Dus nu, ik ben Nederlander, dus ik kan alleen maar op mijn Nederlander stemmen. En wij zeggen eigenlijk, goh, als je zo dicht bij elkaar leeft in Europa, dan zou je moeten stemmen voor gewoon andere mensen ook. En, wat ook heel belangrijk is, als ik nu bijvoorbeeld in Duitsland ga wonen, dan mag ik daar niet stemmen, want ik ben Nederlander. En wij zeggen eigenlijk van, je moet kunnen stemmen op de plek waar je woont. Dus dat zijn ook allemaal dingen die VOD doet. Dus we proberen eigenlijk op allerlei manieren die samenwerking en die betrokkenheid van Europeanen onder elkaar, van al die verschillende landen, die proberen we te vergroten. Even kijken. Oeh, dan moet een beetje op de tijd gaan letten. Even zien. De laatste vraag die ik zie, dat is wat doet u in de vrije tijd? Die ga ik denk ik als laatste proberen te beantwoorden, want dan sluiten we lekker vrolijk af. Hoop ik. En dan is er nog een vraag. Hoe denkt VOD over het milieu en kerncentrales? Nou, dat vind ik wel een mooie vraag. Want VOD is nu een beetje bekender aan het raken. En we komen inderdaad steeds in het nieuws als die progressieve partij die ook voor kerncentrales is. En hoe je dat moet zien is, wij zeggen eigenlijk van, we hebben allemaal duurzame energiebronnen. Hè? Zonne-energie, windenergie. En daar willen we veel meer gebruik van gaan maken dan we nu doen. Zodat je straks energie kan opwekken in de nabije toekomst, in 2040 zeggen we dan, dan kan je die energie opwekken zonder dat je uitstoot hebt van broeikasgassen, dus van CO2 bijvoorbeeld. Maar om dat te doen, hebben we eigenlijk een soort versnelling nodig. We kunnen eigenlijk niet zo lang wachten totdat we bijvoorbeeld genoeg weten van windenergie, dat we dat op een goede manier kunnen gebruiken. Dus VOD zegt van ja, op het moment dat je dat heet dan met een duur woord transitie, dus die verandering wil brengen in hoe we energie opwekken, moet je alle duurzame energiebronnen
bekijken. En bekijken van wat is het snelst, wat is het slimst, wat werkt het best. En daarom hebben we ook gezegd van we willen dat een onderzoek hebben naar hoe we kernenergie zouden kunnen gebruiken. In samenwerking of in combinatie met al die andere duurzame energiebronnen die we hebben. Zodat we heel snel klimaatneutraal zijn in Europa. Zodat we dus heel snel van alle uitstoot van bijvoorbeeld CO2 af kunnen. Omdat wij het milieu eigenlijk als een van de belangrijkste dingen zien waar we nu heel snel iets aan moeten doen. Hè. De klimaatcrisis, maar ook behoud van de biodiversiteit. Ik hoop dat een beetje de vraag beantwoordt. Ik heb nu heel veel over energie gehad, maar we willen bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat landbouw mooi verweven is met natuur. Dus dat we bijvoorbeeld minder gif gaan gebruiken als je het hebt over landbouwgewassen. En dat we minder intensieve veeteelt hebben, dus minder vee op één plek tegelijk. Dus dat zijn allemaal stapjes die we denken van die moeten we nu gaan maken. Zodat we heel snel veel meer minder impact maken op het milieu en op het klimaat. Nou, dan zijn we volgens mij zo'n beetje door de tijd heen. Dus dan zal ik eindigen met de vraag, wat ik net al aankondigde, wat doet u in de vrije tijd? Dat vind ik een hele leuke vraag, want ik heb op dit moment geen vrije tijd. En ik kijk er heel erg naar uit dat ik het weer wel heb. En ik speel viool. Dat is niet verder om over op te scheppen, want zo goed ben ik niet. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En daarnaast vind ik wandelen buiten heel leuk. En met name, ik heb nu natuurlijk kinderen, dus ik heb een heel goed excuus om naar de speeltuin te gaan. En daar een beetje rond te rennen of naar een voetbalveldje. Dus ik ben heel graag buiten. Dus ik ben ook heel blij dat het straks naar verkiezingstijd is geweest. En ja, hoe het ook gaat straks met volk, maar ik ga wel weer wat meer naar buiten kunnen en wat meer viool kunnen spelen. Ja, volgens mij zijn we er dan zo'n beetje qua tijd. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Dat is, dit was het verhaal van juf Marieke over Volt en over hoe zij kijken naar eigenlijk, hoe je in Europa met elkaar kan samenleven. En dat hebben we dus mogelijk ook in de verandering in het stemmen. Misschien dus zelfs als je in een ander land woont, dat je daar ook mag gaan stemmen, dat ze dat voor elkaar willen gaan krijgen. We gaan zo dadelijk verder. En wel over eigenlijk al 10 minuten gaan we luisteren naar het interview wat jullie gaan houden met juf Carolien van der Plas van de BBB, de Boer-Burgerbeweging. Dus ik zou zeggen, kom er zo meteen weer bij en anders alvast tot een goed weekend of wellicht tot later vanmiddag. Want dan hebben wij ook nog Jeannette van der Plas van D66. Dus we hebben nog genoeg interessante informatie voor jullie. Groeten van Jochem, hoi hoi!